Bismillah, assalamu alaikum. Welkom alweer bij vlog nummer 2 en vandaag over een vrij serieus onderwerp. Als je kijkt naar de positie van de islam in Nederland, zie je dat er een soort van schaakspel gaande is. Waarbij wij als moslims, vanuit moskeeën, vanuit islamitische organisaties, constant proberen om onze vrijheden te beschermen, terwijl de overheid probeert om onze vrijheden in te perken. Je ziet het heel specifiek als het gaat bijvoorbeeld om buitenlandse sprekers. Waarbij de overheid met een zwarte lijst of met het intrekken van een visum gaat proberen om ons te beletten zelf te kiezen welke sprekers naar Nederland komen om ons lezingen te geven en om ons les te geven. Terwijl wij dan vervolgens weer proberen om een zet terug te doen en om te kijken hoe wij dat toch mogelijk kunnen maken. Bijvoorbeeld misschien via livestreams, bijvoorbeeld op het moment dat er flyers worden gemaakt waar niet de namen van de sprekers op worden genoemd, zodat het moeilijk is om van tevoren allerlei ophef te hebben over welke mensen wij naar Nederland toe laten vliegen om nogmaals ons les te geven. Nou, je ziet in feite dat de overheid hier steeds meer moeite mee heeft en dat ze toch tegelijkertijd steeds meer willen proberen te controleren. En daarom heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nu, Lodewijk Asscher dus eigenlijk, echt een zet gedaan op dit schaaksport, op dit schaakbord, waarvan ik denk dat dit misschien een van de meest destructieve zetten is als het gaat om onze vrijheden als islamitische gemeenschap in Nederland. Ik heb hier in mijn handen een brief, hij is gedateerd op 22 april. Maar hij is eigenlijk pas deze week echt naar de moskeekoepels gestuurd met het verzoek om die ook te gaan verspreiden onder moskeeën. En ja, hier staat echt een verschrikkelijke tekst in. Ik zal een stukje voorlezen. In deze brief staat onder andere: iedere werkgever dient te beschikken over een tewerkstellingsvergunning wanneer hij iemand met een nationaliteit van buiten de Europese economische ruimte in Nederland arbeid laat verrichten. Deze verplichting is ook van toepassing voor mensen die voor religieuze doeleinden naar Nederland komen, ongeacht de religieuze gezindte. Het maakt daarbij niet uit of er sprake is van betaalde of onbetaalde, kort of langdurige activiteiten. Als u een spreker uitnodigt om bijvoorbeeld een lezing te houden, dan is dat ook arbeid in de zin van de WAF. De WAF is de Wet Arbeid Vreemdelingen. En wordt u dus als werkgever beschouwd. De spreker mag pas activiteiten verrichten indien u als werkgever in bezit bent van een geldige tewerkstellingsvergunning. Dus wat ze hier in feite mee doen, is dat ze nu het feit dat wij een spreker uitnodigen om een lezing te geven, daarvan maken zij een arbeidsrelatie. Waarbij je dus aan allerlei voorwaarden moet gaan voldoen voordat iemand een lezing mag geven. Wat zou je namelijk moeten doen? Nou, bijvoorbeeld op het moment dat je dus een spreker wilt uitnodigen, dan zou je dus eerst een aanvraag moeten doen om een vergunning te krijgen dat deze persoon arbeid mag verrichten. En je zal dus heel specifiek moeten maken welke persoon op welk moment naar Nederland komt. Er worden dus ineens allerlei extra criteria toegevoegd voor iemand om te laten spreken. En dan staat er bijvoorbeeld: het UWV toetste de aanvraag aan de voorwaarden van de WAF, dus de Wet Arbeid Vreemdelingen. En bij de aanvraag moet aangetoond worden dat de spreker over de vereiste kwalificaties beschikt en over het wettelijk minimumloon zal verdienen voor zijn werkzaamheden. Nou, dit is wel een opmerkelijke. Wat ze in feite dus zeggen is dat je moet aantonen bij het UWV dat die spreker over de vereiste kwalificaties beschikt. Ik zal je een voorbeeld geven. Stel je voor, je nodigt een bepaalde sheikh uit om in Nederland een lezing te geven over het concept van asbab al-nuzul. En deze sheikh die heeft gestudeerd en is afgestudeerd aan de Universiteit van Medina op het gebied van usulul fiqh en op tafsir al-Koran. Dan moet je dat dus op een aanvraag zetten naar het UWV en dan gaat een of andere stagiair of misschien iemand van de AIVD die daar toevallig werkt, heel toevallig natuurlijk, die gaat dan beoordelen of deze sheikh over de kwalificaties beschikt om over asbab al-nuzul te spreken. Ik bedoel, dit is waanzin. Waarom zou het UWV überhaupt in staat zijn om zo'n afweging te kunnen maken? En ik voorspel alvast dat dan het volgende gaat gebeuren. Namelijk dat ze dit soort aanvragen zullen gaan afkeuren. Omdat ze bijvoorbeeld zeggen: deze persoon heeft onvoldoende kennis misschien. Of onvoldoende kwalificaties met betrekking tot kennis over onze Nederlandse cultuur of onze Nederlandse normen en waarden. Alsof asbab al-nuzul een cultureel concept is. Of dat cultureel bepaald wordt. Maar op basis daarvan kunnen ze natuurlijk wel mensen buiten de deur gaan houden. Het is niet toevallig dat deze brief specifiek voor de maand Ramadan komt. Omdat als je namelijk kijkt, er wordt namelijk in de brief gezegd: indien aan de voorwaarden wordt voldaan, zal het UWV-werkbedrijf binnen 5 weken na ontvangst van de aanvraag een tewerkstellingsvergunning verlenen. 5 weken na aanvraag. Terwijl als je als moskee bijvoorbeeld vandaag pas deze brief hebt gehad, laten we zeggen dat je 1-2 weken nodig hebt om alles voor te bereiden, alle documenten te verzamelen, dan moet je 5 weken wachten totdat je een akkoord krijgt en pas dan zou je iemand kunnen uitnodigen. Tegen de tijd dat die persoon hier is, is de Ramadan al lang voorbij. Nou, ben ik dan een complotdenker dat ik denk dat deze brief gerelateerd is aan de Ramadan? Ja, ik denk het eigenlijk niet.
omdat in de brief zelf wordt verwezen naar de Ramadan. Er staat namelijk, komt een spreker voor bijvoorbeeld het geven van een lezing tijdens de Ramadan naar Nederland, dan zal vaak het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning bij het UWV volstaan. Ja, maar die komt dus pas 5 weken nadat je hem hebt aangevraagd en over een paar weken begint de Ramadan al. Dus dit is gewoon waanzin. Nou zou je natuurlijk kunnen zeggen, oké, nou ja, dan laten we het gewoon gebeuren en we nodigen gewoon iemand uit en we zien dan wel wat de consequenties zijn. Nou, die consequenties die zijn niet mild. Er wordt hier aangegeven, de boete voor de overtreding van de wet arbeid vreemdelingen kan oplopen tot €8.000 per spreker bij een eerste overtreding en bij herhaling kan de boete verder oplopen. Je ziet dus dat de overheid echt probeert om de moslimgemeenschap in de tank te nemen hier zo. En een boete in feite zet van €8.000 op het zomaar uitnodigen van een spreker. Zelfs als dit dus een spreker is die nergens op een zwarte lijst staat. Die gewoon een perfect verhaal heeft. Die gewoon een prima oproep doet voor ons om islam te praktiseren. En voor ons om lessen van op te nemen. Ja, ik denk echt serieus dat dit, en waarschijnlijk het ergste is, waarschijnlijk horen jullie dit nu van mij. Ik heb dit nog nergens in de krant gelezen. Maar het is echt verschrikkelijk dat de overheid ons deze beperkingen gaat opleggen. En dat ze in feite zeggen dat het UWV moet gaan toetsen welke islamitische geleerden wij in onze moskeeën mogen laten spreken. Nu, wat zou onze volgende zet moeten zijn op dit schaakbord? Zelf denk ik dat het beste is dat we eigenlijk een rechtszaak gaan uitlokken. Dus zeg maar een proefrechtszaak om dit te gaan toetsen bij de rechter. Dus ik hoop dat er een islamitische moskee of een islamitische organisatie is die eigenlijk nu gelijk een spreker gaat uitnodigen, openlijk kenbaar maakt dat ze niet dat via de UWV hebben gedaan en dan vervolgens hopen dat ze die boete krijgen zodat ze die kunnen aanvechten bij de rechter. Dat gaat wel een kostbare exercitie worden, want ja, je kan dus een boete krijgen van €8.000. Nou, zeg dat je nog een keertje datzelfde bedrag aan juridische kosten kwijt bent. Dan zouden we zeg maar een bedrag van €16.000 nodig hebben voor een proefrechtszaak. Ik denk zelf persoonlijk dat het echt nodig is dat we dat wel gaan doen. Dat we dat gevecht aan blijven gaan. Want we staan nog niet schaakmat. Wij kunnen nog steeds zetten terugzetten. Maar het is wel denk ik van essentieel belang dat wij dat ook gaan doen. Zodat we laten zien dat wij onze rechten en onze vrijheid van meningsuiting eigenlijk ook. Hè? De vrijheid om te bepalen welke mening wij een podium geven in onze moskeeën. Dat we dat ons niet zomaar laten afnemen. En dat we niet door de overheid gaan laten bepalen welke islamitische geleerden ons les mogen geven over onze religie. Ik hoop echt dat hier iets mee wordt gedaan. Ik hoop dat er vanwege de mensen die worden geïnformeerd door deze vlog ophef ontstaat. Zodat mensen in beweging komen en mensen zich hier tegen zullen gaan verzetten. Want ik denk echt dat het een hele kwalijke zaak is. En we moeten hier echt mee aan de slag. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons in staat stellen om deze harde slag die we hebben gekregen. Om deze te overwinnen en ervoor te zorgen dat de consequenties van datgene waartoe hier wordt opgeroepen uiteindelijk ons niet zal raken. En wij dus daadwerkelijk wel onze vrijheden zullen behouden. Dan als allerlaatste wil ik nog een heel klein grapje eigenlijk vertellen over de vorige vlog. Degene die voor jullie me hebben gezien, daar zat de vraag in. Wie is Harry? Wat ik niet bij had verteld, mijn officiële naam is Bastiaan Jochem Harry Victor. Dus degene die vraag niet konden beantwoorden, wie is Harry? Ja, ik ben Harry. Maar jullie mogen mij natuurlijk altijd Noordin noemen. Bedankt voor het kijken. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.